Of mijn werk is onderschat wordt, ja. Ja, als ik onderweg af en toe automobilisten zie hoe ze op de weg rijden, dat wordt wel eens gevaarlijk van op de weg. Ik ben Berry Tomozzen, ik ben 50 jaar en ik doe dit werk al alles bij elkaar zo'n 20 jaar. Dit werk is zo leuk, maakt het zo mooi, omdat ik de hele dag alleen in de cabine zit. En daarom kan ik ook goed focussen op mijn werk. Ik heb weinig afleiding en dat ik de hele dag op de weg zit. Dat vind ik wel leuk eraan. Ik ga, ga nu nog even in Nederladen en dan naar Groningen. De vracht lossen en dan weer terug. En dan is het nog een verrassing voordat ik vanmiddag nog weer moet laden vanmorgen. Of mijn werk is onderschat wordt, ja. Ja, als ik onderweg af en toe automobilisten zie hoe ze op de weg rijden. Ik probeer een afstand te houden en dan denken ze dat ze op het laatste moment nog een afslagje moeten nemen door voor te kruipen. Dat wordt wel eens gevaarlijk van op de weg. Als er geen transport is, dan hebben mensen, het zijn de schappen in de winkel leeg. Dan worden de ziekenhuizen niet bevoorraad met medicatie. Dan hebben ze op de boog geen spullen. Dus dan, ik denk wel dat we belangrijk werk hebben. Maar zo zijn er al meer belangrijke beroepen. Ik zie dat je twee hele mooie nummerplaatjes voor het raam hebt. Wat zijn het voor nummerplaatjes? Dat zijn mijn twee dochters. Van 11 en 14. En waarom heb je die voor het raam? Die heb ik gekregen van hun. En, ja, ik vind het wel leuk om ze voor het raam te hangen. Als ik binnenkant hang, dan zie ik ze alleen. Zijn ze wel eens mee geweest op de vrachtwagen? Ja, de eentje is wel eens mee geweest, ja. En wat vond ze ervan? Ja, die vindt het wel leuk. Ik geloof niet dat ze chauffeur ze wordt, maar ja, dat vindt ze wel leuk. Mooi. Dank je. Ja, jij? Ik dacht van de chauffeur, ik vind het mooi dat hij er is. Mijn beroep wordt wel eens onderschat. Maar er zijn er wel meerdere beroepen die aandacht verdienen.